De ministeries Landbouw, Veeteelt en Visserij, LVV, en Openbare Werken, Transport en Communicatie, OWTNC, werken samen om alle overtollige water in diverse woon- en productiegebieden weg te krijgen. Door hevig neerslag van de afgelopen 2 weken zijn verschillende woon- en productiegebieden in zowel Paramaribo als daarbuiten blank komen te staan. De zwaar getroffen gebieden zijn vooral Kommewijnen, Saramaca en Wanica. Deze districten staan bekend als landbouwgebieden. Minister Patrick Bengel van OWTNC oriënteerde zich persoonlijk in deze gebieden. In Alkmaar, Kommewijnen zijn vooral de landbouwgebieden langs de Pandiet-Tilak-Dariweg onder water gekomen te liggen. Inmiddels zijn er graafmachines ingezet om het overtollig water weg te krijgen, zegt Bengel. Ik heb met mijn staf even overlegd en ik vond het noodzakelijk dat ik toch polshoogte ging nemen in een aantal gebieden wat zwaarder getroffen zijn. Met name Beekhuizen, Paramaribo Zuid, zijn we vanmorgen geweest, Matons Hoop. En we zijn dus nu op Kommewijnen, op Alkmaar. En eigenlijk is het, behalve oriëntatie, is het ook belangrijk dat er werkafspraken gemaakt worden, omdat we met meerdere ministeries te maken hebben die een deel verantwoordelijkheid hebben. En daarom is het belangrijk dat de staf goed op elkaar afgestemd is. Terwijl in de districten de landbouwers grote verliezen hebben geleden, is het woongenot van bewoners in Paramaribo, Centrum en Noord flink aangetast. Bengel zegt dat vooral de sanitaire voorziening een ware kwel was voor deze groep. Op sommige plekken worden extra machines ingezet, graafmachines, om eventuele verstoppingen of vernauwingen bij duikers die onder de wegen lopen, dat even vrijgemaakt wordt. Ontdaan wordt van onkruid of van slip, zodat het water gewoon vrijelijk kan doorstromen. En zo kijken we dus naar knelpunten die in het systeem zitten, om nu deze calamiteit, als we het even zo mogen noemen, zodat we dat zo snel als mogelijk kunnen verhelpen. En dat de mensen, nu kijken we naar landbouwgronden, maar als we kijken in de binnenstad en in Paramaribo Noord, dan praat je meer over overlast, waarbij de mensen geen gebruik kunnen maken van hun sanitaire faciliteiten. En met alle gezondheidsrisico's van dien. Dus ja, het heeft natuurlijk heeft het van OW alle aandacht om dit voor de mensen zo kort als mogelijk te laten duren. Minister Patrick Bengel van Openbare Werken, Transport en Communicatie over de aanpak van de wateroverlast in diverse gebieden. Minister Lekram Soerjan van LVV heeft het Nationaal Informatieinstituut, NII, gemeld dat er een scan wordt gemaakt van alle landbouwgebieden, zodat in de toekomst voorkomen kan worden dat gebieden onder water komen te liggen.